Ken je dat soort dagen? Dat eigenlijk alles misgaat. Vandaag, in ieder geval met het editen van deze video, is er zo een. Dit is take 4. Ja, sorry, wat? Ja, take 4. De laatste hiccup was dat er iemand binnenkwam. Dat was goed hoorbaar. En ik heb geen idee of ik nu buiten beeld zit, dus ik moet dat nog gaan bekijken. Dus wellicht komt er nog een take 5. Die dag was dat ook zo. 5 december. Ik ging weer een tag halen. Dat vinden wij een leuk spelletje. Deze camera zit op USB, op een powerbank. Prima, gaat hartstikke goed. Als je de powerbank activeert, zeg maar. Dat is het nadeel van die bewuste powerbank. Ik heb de powerbank aan. Hey, beeld. Check. Goed bezig. Ja, nou ben ik aan het synchroniseren. En dan komt camera 3 eigenlijk. Dit is camera 2. En dan komt camera 3. Uiteindelijk zet ik die aan. Ja. Maar hij zit op het 12 volt systeem van de motor. Zit nog steeds, maar dat gaan we even aanpassen. We gaan die namelijk ook gewoon op een powerbank zetten. Ja. Ik heb namelijk al een paar keer hele mooie beelden vernacheld. Omdat je dan de motor uitzet. De stroom valt weg van de, van de camera. En vervolgens heb je dus geen beeld. Nou, hier heb ik dus ben ik de camera aan het aanzetten. Altijd een gedoe. In de case, uit de case. Beauty case. Oh, kijken jullie trouwens met naar. God, hoe heet dat op YouTube? Leven op wielen heet dat, geloof ik. Ja, heb je beauty case. Wel grappig. Oh, het is weer een heel ander verhaal. De rit aan zich is stelt niet zoveel voor. Ik ga deze video ook niet te lang maken. Ik hoop dat ik hem kan editen binnen 5 à 10 minuten maximaal. Ik wil dit gezeur dus ook niet te lang maken. Excuus trouwens voor mijn lievelingsvest. Hij is echt versleten tot op de naad. Er is geen ding meer van over. Maar hij draagt wel lekker. Ja, we gaan rijden. En ik zal ondertussen nog wel een keertje wat commentaar tussendoor geven. Maar... En nu horen jullie waarschijnlijk een kat. Ken je die dagen? Dat alles misgaat? Oh ja. Ken je die dagen dat alles misgaat? Het geluid. Als je het opneemt, dan moet je wel op die opnameknop drukken. Je kunt het wel leuk aanzetten, maar als je niet op die opnameknop drukt, dan gebeurt er dus niks. Nee, best wel jammer. Ja. Daarom zit er dus geen geluid onder. Ik heb er dus nu 2. Dit is de Zoom H1N. En ik heb hier nog de Olympus. Ik heb er dus eentje bij. Ik had het gezegd dat je aan moest. Ja. Ik heb er dus nog eentje bij gekocht. Eentje voor het motorgeluid en eentje om zelf op te nemen. Goed. Nou, laten we de beelden even vlug doornemen. Ik zal er nog even wat bij vertellen. Ik ga jullie echt niet al te veel laten zien.
Ik denk dat ik al veel te veel heb gekletst eigenlijk. Nou, Oniva, we gaan rijden. Een klein stukje beeld erbij. En ik fiets wel wat in elkaar. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat ik in ieder geval even de baat bij je vertel. En misschien de andere hoek van de camera. En tot de volgende keer. Wellicht. Nou goed, ik let nog even wat door het filmpje heen. Maar zie je? Poes. Nee, niet miauwen? Hij mouwt wel, maar niet bij de camera. Niet bij de microfoon, dat bedoel ik. Ja, nou goed. Dag. Zo, terwijl ik dit inspreek, is het inmiddels de volgende ochtend. Dat zien jullie niet, dat merken jullie niet, maar het is wel zo. Ik wil mijn maatje Ralf, even bedanken voor deze microfoon. Jullie hebben hem gezien. Daar zit ik nu doorheen te kletsen. En dat is voor mij echt zo'n grote verbetering. Veel beter de kwaliteit, geluid, et cetera. In eerste instantie had ik alleen de microfoon gekregen met een kabeltje, maar dat werkte niet. Dat was, nou goed, dat werkte niet. Toen heb ik van Ralf gewoon nog een kastje erbij gekregen, waardoor het dus gewoon wel werkt. En ik ben er helemaal blij mee. Moet ik misschien nog een keer een plopkapje en iets van een standaard. Ik heb een standaard, maar bij mijn bureau regelen, zodat ik dat ding niet vast hoef te houden en gewoon kan kletsen. Maar dan moeten we de boel even verbouwen hier en zo ondertussen. Goed, we zijn onderweg naar Schiphol. Schiphol zeg je? Ja, we zijn onderweg naar Schiphol. Daar staat namelijk de tag. Ik had de tag dus gevonden. Ik wilde dus gaan rijden. Die deed ik me echt op als poepen. Ik moest alle camera's nog even in orde maken. Die Zoom H1N, de Olympus, etc. Toen bleek ook mijn motoraccu nog dood te zijn. Beetje jammer dit. Maar goed. Alles is proberen, trial and error. De motor staat inmiddels op de druppellader. Die hebben we ook gelijk maar even goed gemaakt. Ik hoor van meer mensen dat de Pan-European in, hoe zeg ik het zeggen, in hibernation, wat stroom verbruikt. Sommige motoren die kunnen een jaar lang zonder enige vorm van interactie zeg maar weer starten. Die van de Pan-European in ieder geval niet, nee. Maar goed, het zij zo. Goed, onderweg naar Schiphol. Onvoorbereid in principe, want denkende dat je alles hebt aangesloten. Nee, helaas. De dag duurde ook wat langer dan gewenst. Daar aan de rechterkant zie je dat uitstulpuntje. Daar moet ik zijn. Door de wegwerkzaamheden heb ik dus een heel stuk om moeten rijden. Nou, omdat ik er niet achter kan komen waar het is. Het is daar links. Daarachter dat witte gebouw. Ja, daarachter, daar is het. Dus ik ga even de weg vragen. En dit is het moment dat je weet dat je dashcambeelden weg zijn. Achteraf. Hier het herstarten zeg maar heeft dus het voltage dusdanig weggetrokken dat mijn dashcam helaas er mee uit is geschreven. Netjes uitleg gekregen. Ze dachten heel even dat ik van de politie was. Ik kan het me voorstellen gezien de strijping, maar toch ook weer niet. Want
Het is absoluut geen politiestrijping. Maar goed. Dan is het nog het verschil tussen het beeld vinden op internet en het beeld daadwerkelijk vinden. Ik rij hier dus in de straat. Ik kijk eigenlijk nu recht tegen het beeld aan. Door de regendruppels op mijn lens kan je het niet zo goed zien. Maar daar waar die witte auto zo ongeveer rijdt, rechts, daar staat het beeld. En ik maar zoeken. Ik kijk er nu tegenaan. Ik kijk weer naar rechts, want ik denk, ja, daar moet hij ergens staan. Kijk eens, hier is hij. Nu zie ik hem pas. Het zoeken en het zoeken. Het blijft lastig, maar we hebben de tag. Precies, we hebben de tag. Gefotografeerd en wel. En te vinden via het forum www.st1100-1300.eu. En dan via Coffee Corner en Tag Yamoto. Nou, de dashboardcamera gaat weer aan. En hij staat weer aan. Zoals je kan zien, hangt er onder mijn camera, onder mijn hoofdcamera, een kabeltje los. Voorheen gebruikte ik die om opnames te doen, op te nemen. En nu heb ik een kabeltje rechtstreeks vanaf mijn headset naar mijn Olympus of Zoom X1N. Maar nogmaals, dan moet je wel op opnemen drukken, anders gebeurt er niks. Dan hoor je dus echt niks. Dus ik moet dat nog even verfijnen, fine-tunen, iets mee oefenen. Door mijn werkzaamheden heb ik daar eigenlijk niet of geen tijd voor gehad. Ik heb een andere baan. Ik zit tussen twee banen in op dit moment. En 1 maart ga ik beginnen bij mijn nieuwe baan. Ik zit dus nu via een uitzendbureau bij een bedrijf. Maar daar werk ik gemiddeld 12 uur per dag. En dan is het motorrijden toch wel iets wat je dan even laat. Ja, helaas wel. En ik moet zeggen, als het niet hoeft, ga ik ook niet door zware regen heen. En dit ging nog. Fijn was anders, maar het ging nog. Dus ja, vooruit maar. Dit is ook leuk. Als je dus een motorrijder tegenkomt in de winter, je ziet bijna geen motorrijders. Het zijn echt de diehards, zou ik maar zeggen. Ja, en dan is het natuurlijk even kletsen onderweg, hè. Ze ziet, we kennen elkaar niet. Even een praatje maken. Toevallig komen we uit dezelfde plaats. We komen allebei uit Oegstgeest. Maar we kennen elkaar niet. Dus het praatje pot. En dat is het leuke van motorrijden. En zeker in de winter. Dat is, het verbindt toch een beetje, zeg maar. Zo, en daarmee is het rondje ook afgelopen. We zijn weer terug in Oegstgeest. Ik wil iedereen, en ook echt iedereen bedanken voor het abonneren, het kijken, commentaren, et cetera. Ik zag dat ik er weer twee nieuwe bij had. Twee nieuwe abonnees, welkom. Ik probeer zoveel mogelijk filmpjes te uploaden. Dames en heren, ik werk op het moment knijterveel. Dus verwacht niet binnen 1, 2, 3 dagen een nieuw filmpje. Ook niet binnen een maand waarschijnlijk. 1 maart ga ik beginnen met een nieuwe baas. En hopelijk heb ik dan meer tijd. Dat klinkt heel raar, maar dat hoop ik serieus. Bedankt allemaal. Groetjes. Adieu. Doei.